Dan hebben we, dacht ik, hoe laat is dat? 15:30. Ja? Woensdag 15:30. Ja? Donderdag of de 16e Dupri. Vrijdag. Ja. Ja? Woensdag OM, vrijdag u weer. Ja? 9 uur. Akkoord? Ja. Goed, gaat u verder. Zaksdossier Damira Lisner. Weer heb ik de tekst van de beschuldiging. En het gaat dus ook hier om artikel 305 van het boek van strafrecht. En ook hier geldt dat met betrekking tot deze verdachte de betrokken rechtspersonen en commerciële erfpachtsgronden blijkt nog uit het dossier, nog uit het requisitoor, dat Sievinger enig oogmerk heeft gehad om hemzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen. Ook in dit zaaksdossier is het geen punt van discussie dat de rechtspersonen Damira en Lisner elk een verzoek hebben ingediend te verkrijgen van commercieel erfpacht. En in deze zaak hebben ze toevallig ook ingediend bij beiden, zowel bij de DIP, dat eerste aanvraag heb ik het over, waar geen onderbouwing aan moet komen, en ook bij Sievinger, die dat ook gewoon doorstuurde naar de DIP en die het verder heeft afgehandeld. En ook staat vast dat deze twee rechtspersonen elk het recht van erfpacht hebben gekregen. Het is wel gecombineerd door de fusie van Lisner. Maar tot de dag van vandaag staat dit recht van erfpacht op naam van Damira. Dat is niet veranderd. Verder staat ook vast dat de aandelen in deze vennootschappen zijn overgedragen aan derden voordat de erfpachtsuitgifte heeft plaatsgevonden en dat de overdragers grote financieel voordeel hebben gehad. Wat echter niet uit het dossier blijkt, is dat Sievinger het oogmerk heeft gehad om Werleman, Núñez, dan wel Mansour, of wie dan ook, met betrekking tot de rechtspersonen Damira en Lisner te bevoordelen en zeker niet wederrechtelijk. Uit het dossier blijkt dat verzoeken zijn ingediend namens deze rechtspersonen, zonder dat daarbij a prima vista kon blijken of verdacht moest worden dat de vertrokkenen niet zelf de projecten wilden uitvoeren, maar deze zouden willen doorverkopen. Deze verzoeken ingediend conform de wet werden zoals elk ander voorzien van de opschrift deze zijs akkoord en intern doorgestuurd naar de DIP ter verder onderzoek en afhandeling. Dit is de enige betrokkenheid van Sievinger in deze zaken en er blijkt ook niets uit het dossier dat het tegendeel zou opleveren. En daarbij even een kanttekening, want weet u, er wordt, en dat las ik wel in het requisitoor, dat weer, men wil een bepaalde sfeer scheppen. No? Men wil u iets voorhouden wat niet met de werkelijkheid overeenkomt. Want bijvoorbeeld dat men zegt, ja weet u, ze vermelden zelf wat de video is, maar er is een video en dan zie je dat meneer Mansour amicaal naast meneer Sievinger staat. Dit is de video, eerlijkbaar. Ik wil het even tonen. Meneer Sievinger,
Dat is een video, inlegbaar. Meneer Zievinger staat niet amicaal naast meneer Mansour. Op het laatste deel ziet u hem niet eens. Weet u, maar het wordt zo stellig gezegd, alsof het waar is. Weer alleen maar om een sfeer te creëren, inlegbaar. En dat vind ik toch een kwalijke zaak. Wat betreft het door het Openbaar Ministerie voorgedragen bewijzen, zoals die in de dagvaarding vermeld staat, moeten wij weer die één voor één weerleggen om weer te kunnen concluderen. En dit is wat een verdachte moet doen om zijn onschuld, niet zijn onschuld te bewijzen, want dat moet hij niet doen, maar om de beschuldiging te weerleggen. Eerste is dat door Damira en Linsner of medeverdachten een aanvraag is ingediend voor van de rechtoptie erfpacht. Maar het klopt. Door de betrokkenen voor de respectievelijke rechtspersonen zijn verzoeken ingediend te verkrijgen. Maar daarbij is geen betrokkenheid van Zievinger, nog kan hem iets worden verweten. Hetzelfde geldt met het tweede onderdeel. Maar dat tweede heeft niet eens. Het kan niet, want er wordt gezegd. Door hen werd een aanvraag gesynchroniseerd, samengevoegd, ingediend. Dat kan, maar dat heeft Zievinger ook niks mee te maken. De twee volgende ook niet. Het zijn Damira en Linsner, die hebben een aanvraag ingediend om verhoging van de bouwdichtheid. Dat is zo, dat hebben ze ingediend. En het klopt ook, edelachtbare, dat verder door hen, zij misschien hebben aangegeven dat zij zelf de eigenaren waren van die bedrijven op het moment van de ontwikkeling. Maar dit is ook, daarbij is er geen enkele betrokkenheid nog verwijt die Zievinger ter zake kan worden gemaakt. Dan komt een verwijt richting Abad en zelfs de DIP. Ik wist niet dat de DIP ook een verdachte was in deze zaak, maar er was gezegd door medeverdachte Abad en of de DIP werd niet onderzocht of deze aanvragen werden voldaan aan de voorwaarden en dan weer hetzelfde beleid en ter accordering. Dit verwijt betreft verdachte Abad. Ik denk hij zal zich TZT daartegen verdedigen, edelachtbare. Ook een verwijt ten aanzien van de DIP. Maar geen verwijt ten opzichte van Zievinger. Dus ik meen dat we daarop verder niet hoeven te reageren. Dan wordt weer gezegd, door verdachte werd niet onderzocht of getoetst of de aanvragen voldeden aan de voorwaarden voor optieverlening. En ook hier geldt dat bij het indienen van een aanvraag bij de minister deze nog volgens de wet, nog volgens het beleid gehouden is om enige controle uit te voeren naar voorwaarden van optieverlening. Uitvoerig behandeld, edelachtbare, maar ja, ik moet het hier vermelden, omdat het toch een ander zaksdossier is. Het is met het verzoek wat ik heb voorgedragen in bij het verzoek van Elanat en Duchon, als hier herhaald te beschouwen. En ook deze mensen moesten gewoon dat formulier invullen, zit in het zaaksdossier en dat hebben ze ook gedaan. En verder is het afgehandeld door de DIP. Het bewijs zou verder volgens het OM ook blijken, omdat door medeverdachte Abad vervolgens medewerking werd verleend voor op de genoemde aanvragen en of ministeriële beschikking voor een optierecht en voor het samenvoegen en of synchroniseren van de optierechten en of een overeenkomst voor een uitbreiding van de bouwlagen en of een verhoging van de bouwdichtheid en of een overeenkomst tot vestiging van erfpacht. En dat ter accordering werd voorgelegd aan de minister. Weer dit is een verwijt aan het adres van Abad, zodat Zievinger hieromtrent niet kan, maar ook niet hoeft op te merken. Dan wordt gezegd dat door of namens verdachte een ministeriële beschikking voor optierecht verleend werd en of een ministeriële beschikking voor synchronisatie samenvoeging werd verleend
en of de overeenkomst voor uitbreiding van de bouwlagen. En of namens het land een overeenkomst tot vestiging aangegaan met Damira Linster en of medeverdachte Werleman en of Núñez en of Mansour met betrekking tot genoemde percelen. Met betrekking tot de samenvoeging van de terreinen en uitbreiding van de bouwlagen blijkt het uit het dossier niet dat Sievinger daarbij enige betrokkenheid had. Los van het feit dat overduidelijk blijkt dat contact werd onderhouden tussen Abbad en Werleman met betrekking tot Damira en Linster, staat uit de stukken vast dat de beleidsnota ter zake door Abbad en op eigen initiatief is opgesteld. Ik verwijs naar pagina 32 van zaaksdossier Damira. Daarin wordt gezegd: beleidsnota wijziging aantal bouwlagen en bouwdichtheid. Op 21 oktober 2015 stuurde Abbad een nota aan Sievinger inhoudende aanpassing normering met betrekking tot de bouwdichtheid en de grondwaarde voor Palm Beach, Eagle Beach en Malmok Arashi. Abbad verzocht hierbij aan Sievinger akkoord te gaan met een wijziging in de bouwhoogte tot maximaal 7 bouwlagen, plus kap en de bebouwingsdichtheid aan te passen naar 63 units per hectare. Gesteld werd dat indien de minister zich hiermee kon verenigen, deze beleidsnota per 1 november 2015 zou ingaan. En, zegt Abbad, hij had de beleidsnota 2015 op eigen initiatief opgesteld. Het was niet besproken bij het infrateam. De rechter, een minister moet erop kunnen vertrouwen dat wanneer een overheidsdienst een beleidsnota opstelt, dat dit in orde is. Anders kan de overheid niet functioneren. Natuurlijk behoudens wanneer een ieder meteen zou kunnen zien dat er onregelmatigheden in de beleidsnota staan, hetgeen in deze zaak niet het geval is. Sievinger wist, nog kon hij weten dat Abbad de beleidsnota dat op enig initiatief was opgesteld en dat hij dat intern niet had besproken, of dat er iets met dat beleidsnota aan de hand was. En edelachtbare, als u maar gaat kijken in de hele buurt, ziet u dat het dag tot dag van vandaag bouwlagen, meer dan 5 bedragen, edelachtbare, niks is afgebroken. Beleid, die beleidsnota wordt nog steeds toegepast. Dat gebouw van Damira is echt gekomen en die staat er ook. Door zonder dat er sprake was van verdachte feiten of omstandigheden akkoord te gaan met deze en hem door de DIP gepresenteerde beleidsnota, kan geen verwijt en zeker geen strafrechtelijk verwijt aan Sievinger worden gemaakt. Dan wordt als bewijs voorgedragen dat door dit alles de aandelen van die twee bedrijven aanzienlijk toenamen en dat terwijl medeverdachten Werleman, Núñez of nimmer de intentie hadden het project zelf uit te voeren, dat zij niet hebben gecontroleerd en aldusdoende heeft verdachte zich voorgedaan als een betrouwbare en integere minister van ruimtelijke ordening. Dat de waarde van de aandelen in de bedrijven door toekenning van het recht van erfpacht al dan niet met uitbreiding van de bouwlagen toenam, is een gegeven, edelachtbare. En dat geldt voor elk bedrijf die een verzoek doet en een erfpacht toegekend krijgt. Net als bijvoorbeeld een vennootschap die een bepaalde vergunning toegewezen heeft gekregen, is vanaf dat moment de waarde toegenomen. Het is meer waard. Dit is een commerciële realiteit. Het is geen strafbaar feit. Zelfs de overheid bevestigt dit. Weet u waarom, edelachtbare? Want wanneer men u het erfrecht toekent, dan zegt men wat de grondwaarde is van het erfpacht. En er wordt meteen netjes een factuur gepresenteerd. Betaalt u alsjeblieft 6% van de kanon. Als dat ding niks waard zou zijn, waarom moet je betalen? Dat de achterliggers ten tijde van de indiening van de verzoeken niet de intentie hadden om zelf de terreinen te gaan ontwikkelen, is achteraf misschien duidelijk geworden. Doch is er in het dossier geen enkele verklaring of indicatie waaruit zou moeten blijken dat Sievinger dit wist of behoorde te weten ten tijde van de gedane aanvragen.
Zoals met vele van de beschuldigingen in deze zaak is het niet verdachte die moet bewijzen dat hij het lastgelegde feit niet heeft begaan, maar het OM is degene die de bewijslast heeft. Ook bij dit verwijt wordt ten onrechte voorgedragen dat Sievinger gecontroleerd of onderzocht moet hebben of de verzoekers aan de voorwaarden hebben voldaan. U zag de lijst. Het beleid van de overheid dat het Openbaar Ministerie als zalig kwalificeert, geeft uitdrukkelijk aan dat de ondersteunende documenten 30 dagen daarna bij de DIP moeten worden ingediend. Niet bij de minister, zelfs niet bij de invulling van het formulier bij de DIP. Fase 1. Vervolgens verwerkt de DIP, helemaal buiten de minister om, dit allemaal. En stuurt naar de minister kant-en-klare ministeriële beschikkingen ter ondertekening. Tenzij er voor de minister meteen duidelijk, overduidelijk zou moeten worden dat er iets aan deze ministeriële beschikking mankeert, wat in deze gevallen niet zo is, en het OM heeft ook niks ter zake aangedragen, heeft hij geen reden om deze van zijn overheidsdiensten afkomende documenten niet te ondertekenen. En zonder dat hij verder onderzoek moet verrichten. Er wordt gesteld dat Sievinger zich ten onrechte heeft voorgedaan als een betrouwbare en integere minister van ruimtelijke ontwikkeling. Ook, ik herhaal, dit onderdeel is onduidelijk. Dit verwijt kan geen strafbaar feit opleveren. Je kan niet een valse hoedanigheid innemen om een betrouwbare en integere minister te zijn. En ook in de zaken Damira en Linzen moet Sievinger daarom integraal worden vrijgesproken. Dan kom ik bij de omkopingsdelicten, heel erg waar. En er wordt ook heel terecht door het OM een verschil gemaakt tussen oud passieve omkoping en nieuw. Want er was een wetswijziging in februari 2014. Daarom dat het ook zo is opgesplitst. Dus bij dit onderdeel gaan we hebben over de periode 8 maart 2010 tot 14 februari 2014. Want dat valt eronder. En dan ziet u, dan komt er weer de wachtlijst van de, daarin zit seksdossier, Suzebeek, Fondation Corazon Verde, Bukuti Hotel. Ik zal de, wat in de dagvaring is vermeld, overslaan. Ik ga naar punt 55. Nu deze beschuldigingen betreffen de artikelen 378 en 379 oud van het strafrecht, is de eerste stelling van Sievinger dat er sprake is van verjaring. En dat er daarnaast een veroordeling van Sievinger ter zake onmogelijk is vanwege het gemis aan de door de wet vereiste kwalificaties. Ik ga de artikelen niet voorhouden, eerlijkbare, maar ik heb de tekst hier opgenomen. Je kunt het gewoon lezen. Bij de 1 is het de ambtenaar die iets aanneemt zonder in strijd te handelen met zijn plicht. Kon hij een gevangenisstraf krijgen van ten hoogste 3 maanden. En een boete van 300 florin. En als hij dat doet en dat hij iets tegen zijn plicht zou handelen, dan zou hij met ten hoogste 4 jaren kunnen worden gestraft. Dus voor zover het betreft, het is OM die het ten laste legt, in ieder geval. Artikel 378 oud, is het gezien de daarop gestelde straf de verjaringstermijn volgens artikel 72 onder lid 1b strafrecht, dat was 6 jaar. Aangezien de eerste daad van de vervolging in de zaak Avestruus van 24 september 2019 dateert, betekent dit dat handelingen die voor 24 september 2013 dateren, verjaard zijn. En dit betreft met name de kwestie van het verjaardagsfeest van Holiday Inn van 21 januari 2012. Immers is daarbij, zelfs als het verwijt van het OM zou kloppen, wat niet het geval is, een gift afgegeven aan Sievinger zonder dat hij daarvoor in strijd handelde met zijn plicht of bediening.
Hetzelfde geldt voor de twee donaties van Milero Investment NV aan de verkiezingscampagne van Zievinger in 2013. Want u gaat zien, 2013 en 2017 zijn belangrijke momenten, want dan vinden verkiezingen plaats. Want u kunt zien uit het zaaksdossier dat één cheque werd geschreven 18 juni 2013 en de andere 20 augustus 2013. Die zijn beiden dan ook verjaard. Overigens, Milero Investment kreeg via Island Estates pas in 2016, 3 jaar later, een erfwachtsterrein na een gedane verzoek, zodat met deze betaling, waarbij wordt aangegeven dat het is een contributie voor de kosten van de verkiezingen in 2013, geen enkel verband kon bestaan. Ook voor wat betreft de donaties van de Merlin Group NV in de verkiezingscampagne 2013 geldt de verjaringstermijn. Uit het dossier blijkt immers, binnen onderzoek was ook gebleken dat de Merlin Groep op 28 augustus 2013 een cheque van 15.000 had uitgeschreven aan de stichting van Zievinger. En uit krachtens machtiging SFO verkregen informatie van de RBC Royal Bank was bovendien gebleken dat de Merlin Groep daarnaast in 2013 ook een ander cheque had geschreven, 17 september 2013. Dus, edelachtbare, we moeten dan uit de aan Zievinger ten laste gelegde feiten, moet in verband met de verjaringstermijn en gezien de tijdspanne die ten laste wordt gelegd, het OM is die dit schrijft, 8 maart 2010 tot 14 februari 2014, moet worden geconcludeerd dat geen andere betaling, gift, beloning of wat dan ook moet worden onderzocht. Immers, de vermeende giften dateren allemaal van na 14 februari 2014. En vanwege deze verjaring al zou Zievinger moeten worden vrijgesproken. Indien het Openbaar Ministerie door het Openbaar Ministerie gemeend wordt dat de aangegeven betalingen over de periode 8 maart 2010 en 14 februari 2014 niet onder artikel 378 oud moeten vallen, maar 379 oud, dan zijn er twee redenen waarom Zievinger daarvan moet worden vrijgesproken. De donaties voor de verkiezing van 2013 zijn aan de rechtspersoon Fondation Corazon Verde gedaan en niet aan Zievinger. En Zievinger kan niet met deze rechtspersoon worden vereenzelvigd. Ter zake is door het Openbaar Ministerie ook niks aangevoerd en is ook niks in het dossier dat een dergelijke stelling zou kunnen onderbouwen, laat staan bewijzen. Men doet gewoon een beetje zo makkelijk van, ja, het is aan die fondation, dus we gaan jou vereenzelvigen. In het strafrecht, heel lachbare, moet kijken naar de rechtspersoon en niet naar de persoon, tenzij er sprake is van vereenzelviging. Maar, zoals de PG dat ook aangeeft in uitspraak uit 2020, die ik hier heb bijgevoegd, zegt men, overigens is er slechts zelden sprake van vereenzelviging van de rechtspersoon en de natuurlijke persoon. De enkele omstandigheid dat een verdachte, zoals in de onderhavige zaak, enig bestuurder en aandeelhouder van de rechtspersoon is, is daarvoor onvoldoende. Nou, edelachtbare. Meneer Zievinger was nog oprichter van deze stichting. Hij was geen bestuurslid. Er zijn derden die steeds bestuurder zijn geweest van deze stichting. Het feit dat hij geraadpleegd wordt over de beslissingen wat in de verkiezingscampagne al dan niet het beste zouden moeten worden uitgegeven, maakt niet dat er sprake kan zijn van vereenzelviging in strafrechtelijke zin tussen Fondation Corazon Verde en Zievinger. Wederom, het is niet Zievinger die wettig en overtuigend moet bewijzen dat hij niet kan worden vereenzelvigd met deze stichting, doch het OM moet deze vereenzelviging kunnen aantonen. Er is niets in het dossier dat een dergelijke stelling zelf zou kunnen onderbouwen. We kunnen niet zomaar aannemen
omdat het Openbaar Ministerie dat stelt. Een andere reden voor vrijspraak is dat er geen onoorbaar verband bestaat tussen deze donaties voor de verkiezingscampagne en enig handelen door Zivinger. In verband daarmee moet Zivinger stilstaan bij de juridische en feitelijke situatie die hier anders is dan in Nederland, waar donaties aan verkiezingscampagne geen enkele rol spelen. Daarbij worden partijen immers gesubsidieerd door de overheid voor wat betreft de kosten die zij moeten maken gedurende de verkiezingscampagnes. Ik wil u verwijzen naar een conclusie van de PG uit 2015 bij de Hoge Raad. En daar is een kwestie van dergelijke contributies. Zijn er een paar opmerkingen gemaakt die voor deze zaak van belang zijn. Want, en ik citeer daaruit, er wordt gezegd met de kop fundraising. Het verweer is aangevoerd dat de aan verdachte betaalde bedragen slechts het karakter hadden van sponsoring van of fundraising door de politieke partij. En een dergelijke vorm van sponsoring of fundraising van oudsher gebruikelijk en toelaatbaar is. Daaraan is de conclusie verbonden dat het feit van de diverse betalingen niet de conclusie van passieve omkoping kan worden verbonden, zodat vrijspraak moet volgen. Bij de beoordeling van dit verweer dient vooropgesteld te worden dat een wettelijke regeling van de financiering van politieke partijen ontbreekt. Onderlinge afspraken tussen politieke partijen in zaken financiering bestaan ook niet. Dat betekent dat het beoordelingskader voor het betreft de bestaande regulering slechts gevormd wordt door hetgeen gebruikelijk is, en dan nog slechts voor zover dat ter terechtzetting is gebleken of als feit van algemene bekendheid kan worden aangemerkt. Met deze beperking in het achterhoofd kan worden geconstateerd dat politieke partijen hier ten lande van oudsher fondsen proberen te verwerven om daaruit partijkosten te voldoen. Die fondsen komen, voor zover hiervan belang, onder andere uit het bedrijfsleven. Heel waar. En dan gaat men ook, een veelgebruikt systeem is loodjesverkoop, inlegbare, in ieder geval. Dat is niet zo belangrijk. Dan wordt nog verder gezegd, in landen waar wel sprake is van een wettelijke regeling van de financiering van politieke partijen, Nederland, België, Verenigde Staten van Amerika, alhoewel je daar hoort hoe grote businessmen forse donaties doen om toegang te hebben tot politici, varieert deze regeling van beperkt, slechts subsidiëren door de overheid, tot uitgebreid gehele financiering. Gemeenschappelijk is echter dat de regeling voortkomt uit de behoefte zoveel mogelijk te voorkomen dat volksvertegenwoordigers bij hun oordeelsvorming beïnvloed worden door eigen financiële belangen of die van hun partij. Die gedachte ligt eveneens ten grondslag aan de strafbaarstelling van passieve omkoping. De zaak draait om de vraag waar de grens ligt tussen geoorloofde partijfinanciering en passieve omkoping. Dan gaat men door. De wet, artikel 378 en 79, die we nu hebben, bepaalt dat strafbaar is de ambtenaar die een gift of belofte aanneemt, wetende dat zij hem wordt gedaan ten einde hem te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of nalaten. De wet legt aldus een direct verband tussen de gift en de wetenschap dat iets concreets in ruil daarvoor. Hoe was het met minister-president Trump? Quid pro quo. Wordt verlangd. Indien dat verband aanwezig is, kan van geoorloofde partijfinanciering niet meer gesproken worden. Maar is sprake van een ambtenaar die zich laat omkopen. Dus edelachtbare. Maar als dat verband er niet is, dan is het sprake van geoorloofde partijfinanciering. Sluit precies op deze zaak aan. Het OM dient daarom wettig en overtuigend te bewijzen dat er enig verband aanwezig is met de partijfinanciering in de zin van de donaties die door de betrokkenen in 2013 zijn gegeven. En dat dan niet meer als geoorloofde partijfinanciering kan worden gekwalificeerd.
Het gaat niet of er is gesponsord of niet. Er is gesponsord. Dat is een feit. Maar voor een strafrechtelijke veroordeling is dat niet voldoende. Sievinger meent dat het feit dat deze vennootschappen vervolgens 2 tot 4 jaar later verzoeken indienen ter verkrijging van een erfpachtsterrein niet inhoudt dat er sprake was van een geoorloofde partijfinanciering 2 tot 4 jaar daarvoor. Doch ook hier geldt dat het niet Sievinger is die dit moet bewijzen. En bij dit alles moet Sievinger opmerken dat de betalingen aan verdachte Abad door verdachte Biemans in het geheel geen rol kunnen spelen, aangezien het OM zelf vrijspraak verzoekt voor Biemans en ook voor Sievinger. Dus Sievinger heeft geen reden om hetgeen in het dossier Bukuti is aangegeven, om tijd en moeite aan te spenderen, tenzij u dat anders meent te moeten plaatsvinden. En even terzijde, edelachtbare. In principe zijn het alleen zakenlieden die op het eiland bij verkiezing politieke campagnes sponsoren. Vervolgens zijn het zakenlieden die in principe een commercieel erfpachtsterrein aanvragen. De onzakelijke burger heeft daar immers geen interesse. En eigenlijk als we het verhaal volgen van het OM, zou het ook nooit moeten. Want men zegt, je moet kijken naar, had die persoon ervaring, heeft kapitaal, et cetera. Ja, meneer Sievinger heeft aangegeven dat er een huisvrouw terrein heeft gevraagd en gekregen. OM zegt, ja, ik zie geen strafbaar feit. In ieder geval, eerlijkbare. Dus het zijn in principe zakenlieden die zakenterreinen vragen. Het is daarom heel normaal dat op de lijst van zakenlieden die ooit een terrein in erfpacht hebben gekregen, namen voorkomen van hen die donaties hebben gegeven aan politieke campagnes. Dit is een feit van algemene bekendheid en logica. Maar dat betekent niet dat een donatie met het misschien jaren later krijgen van een erfpachtsperceel automatisch corruptie inhoudt. Anders zal niemand meer een donatie willen doen of durven doen. Sievinger moet hiervan worden vrijgesproken. Dan de passieve aankoping nieuw. Dat gaat over de periode 15 februari 2014 tot en met 19 oktober 2019. Nou. Weer, ik heb het weer opgesomd voor u voor de leesbaarheid, terwille van de leesbaarheid. Maar ik ga het niet voordragen wat in de dagvaarding staat. Maar in ieder geval, eerlijkbare, we moeten het hebben over deze betalingen, over deze periode. En u zult zien, het gaat wederom donaties betreffende de verkiezingscampagne 2017. Omdat ook in deze zaak voor Bukuti, voor meneer Biemans, vrijspraak wordt verzocht, ook voor meneer Abad en meneer Sievinger, ja, dan kan ik hoef ik dat verder niet ter discussie te stellen, maar hij moet worden vrijgesproken, we zijn het mee eens. De korting voor het feest van de Holiday Inn in 2012 kan worden weggestreept, want het gaat niet om die periode. En nu moeten we kijken naar de verschillende zaken. En eerste wordt aangegeven Deschon. We hebben voldoende betwist enige betaling dat heeft plaatsgevonden. En de pretense betaling niet als wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht. Dus in de zaak Deschon zal ik niet weer het hele verhaal voordragen, verwijzen daarnaar. Maar er moet vrijspraak volgen. Want gewoon, er is geen wettig en overtuigend bewijs over een betaling. Klaar. Dan Sussebeek, de zaak Sussebeek, eerlijkbare. En dan komen er een aantal bedrijven daarin, eerlijkbare. Maar ook in deze zaak is er geen grondslag. Nog heeft het Openbaar Ministerie gesteld dat Sievinger
van Dinan Susebeek, Nusa Dua Corporation, Whitefin Real Estate, BPD Development en of Mahogany één of meer geldbedragen, betalingen aan verdachten of de Stichting voor de Schoenberg en of Abad hebben plaatsgevonden. Nu het Openbaar Ministerie dit moet bewijzen, niet zijn vinger, en zoals niet is gelukt, moet zijn vinger daarvan worden vrijgesproken. Want men zet gewoon een reeks van alle namen die je maar kunt noemen. Van Pieter Susebeek via Pats Development zijn betalingen gedaan die verband houden met goederen van Zievinger. Doch daarvoor is een volstrekt logische en met feiten strokende uitleg te geven. Zievinger, zoals ik zeg, was een drukke minister. Vanwege zijn drukke werkzaamheden kon hij niet altijd de tijd hebben om zelf die aankopen te verrichten of uit te zoeken waar het beste uitkwam. Nog had hij een dienst of een bezorgadres in Amerika die de aankoop, ontvangst en verscheping en inklaring voor hem kon verzorgen. Hopelijk weet het OM ook dat de meeste burgers van Aruba een dergelijke faciliteit niet hebben. Zijn vriend Susebeek had dit wel. Het is daarom geheel niet bevreemdend dat Zievinger aan Susebeek als vriend vroeg om dergelijke inkopen voor hem te doen. Dergelijke verzoeken werden door Zievinger zeker niet gedaan als enige vorm van tegenprestatie, inlegbare, en welke ook in zijn geval niet kan worden bewezen. Daarbij ging het om drie manieren. De eerste was dat Zievinger zelf de inkopen deed in Miami, dus zelf betaalde, maar deze liet bezorgen op het zakenadres van Susebeek voor verscheping. Wanneer de goederen op Aruba aankwamen, declareerde het verschepingsbedrijf Bombini Cargo de hele transport aan Susebeek of dienstbedrijf, want hij verscheepte meer dingen voor zijn bedrijven. En de secretaresse van Susebeek, mevrouw Arens, een andere Arens, Griselde Arens, voor alle duidelijkheid. Ja, soms word ik ook met allerlei andere personen in verband gezet. En zij is ook als getuige gehoord door de Landse Recherche. Zij berekende deel van Zievinger die dit ook betaalde. De tweede situatie was dat Zievinger het geld eerst aan Susebeek gaf, waarna Susebeek de inkopen deed en deze werden direct bij Zievinger bezorgd. En tenslotte is het voorgekomen dat Zievinger de inkoop eerst deed en later aan Zievinger opgaf wat hij had betaald, waarop Zievinger dat terugbetaalde. Het betreft een periode van een aantal jaren. En omdat Zievinger of zelf had betaald vooraf aan Susebeek het geld had gegeven om te betalen, dat wel, dan wel Susebeek direct achteraf terugbetaalde, had hij geen administratie aangehouden van deze aankopen in Lachbaan. Hij had ook geen reden omdat meteen werd afgerekend, terwijl hij als natuurlijke persoon ook geen administratie moest houden van zijn aankopen. Wie doet dat? Niemand. Meneer de rechter. Gelukkig heeft Susebeek wel een administratie van deze betalingen, omdat hij die via zijn bedrijf heeft geboekt. De secretaresse Griselde Arens heeft een uitvoerige verklaring hieromtrent gegeven en de deskundige meester Oosterwijk heeft ook een financieel rapport daaromtrent opgesteld, welke ook vooraf aan het OM en uw gerecht is verstuurd met het verzoek om aan het procesdossier toe te voegen. En let wel, meneer de rechter, de administratie van Susebeek en zijn bedrijven zijn bij aanvang van het onderzoek in beslag genomen. En die transacties waren al jaren daarvoor geboekt. Dit wordt gezegd omdat het OM misschien gaat zeggen dat voor deze strafzaak deze administratie is opgesteld. Doch dat is gewoon onmogelijk. Uit de administratie blijkt dat er een saldo is opgebleven van ongeveer 1000 florin in de jaren. Meneer de rechter, daar gaat het om. En het mogen duidelijk zijn dat dergelijke transacties tussen vrienden en een dergelijk bedrag nimmer omkopen van een minister als wettig en overtuigend bewezen zou inhouden. Inlegbaar. Dit zou ook betekenen dat een minister nimmer vrienden mag hebben en nimmer enige verzoek
kunnen doen aan een vriend om iets voor hem te kopen, omdat hij dan anders strafbaar wordt gesteld. Omdat de administratie en verdere gegevens in het bezit zijn van Susebeek en de raadsman van Susebeek dat uitvoerig zal bepleiten, zal Zievinger zelf niet verder daarover uitweiden. Wel is het verzoek om hetgeen daaromtrent zal worden aangevoerd, mede als onderdeel van Zievingers pleidooi te beschouwen. Er is alleen maar één goed dat Zievinger daadwerkelijk nog onder zich heeft, en dat betreft een fitnessmachine. Maar ook daarvoor bestaat een heel normale uitleg en rechtvaardiging. Steeds noemt het Openbaar Ministerie een sportschool. Het was geen school hier, edelachtbare. En ik weet niet bij wie dat ten opzichte van wat dat in verband moet worden gevraagd, maar voor zover een sportschool wordt bedoeld, moet het feit als niet bewezen worden geacht. En alhoewel het Openbaar Ministerie niet zegt dat ze daarmee bedoelen een fitnessmachine, ik zal het even doen en een verweer daaromtrent houden. Een groep vrienden, waaronder Zievinger, trainden wel eens op fitnessmachine bij Susebeek thuis. Op een bepaald moment wilde Susebeek een nieuwe, grotere machine in Amerika kopen. Hij kocht deze ook. Later bleek dit apparaat te groot te zijn en zou het niet passen in de ruimte die Susebeek thuis had. Hij stelde aan zijn zoon voor om in diens nieuw te bouwen woning, diens trainingsruimte zodanig te bouwen dat dit apparaat daarin zou passen. En in de bouwtekening van de zoon, dat zal in de zaak van Susebeek naar voren komen, is dat ook opgenomen en staat die machine volgens Zievinger zelfs ingetekend, voordat dit alles begon te spelen. Kennelijk vanwege vertraging in de bouw stelde Susebeek aan Zievinger voor om die machine tijdelijk bij Zievinger kan worden geplaatst, wat hij ook goed vond. Daarom is die machine daar tijdelijk terechtgekomen, waarop overigens ook kinderen van de buurt trainen. Echter was het en is het nog steeds duidelijk geweest dat dit van tijdelijke aard was en zodra de ruimte bij de zoon van Susebeek zou worden gebouwd, zou de machine daarin worden geplaatst. Van enige omkoping of gift is er geen sprake. Dan kom ik bij zaaksdossier Fondation Corazon Verde. Ik weet niet of u dat, dit laatste twee in één druk wil doen of weer even een break wil nemen. Hoe lang bent u nog voor de afronding? Ja, ik denk misschien zo'n half uurtje, 45 minuten misschien. Dan zullen we nu even onderbreken voor een kwartier en dan gaan we door tot de lunch. Ja, dank u.